Het Nationaal Jeugdparlement zal een transformatie ondergaan. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat er in dit proces ook een nieuwe naam voor dit jeugdorgaan is vastgesteld. Er zijn al vorderingen voor wat betreft het jeugdbeleid, inclusief jeugdparticipatie. Er is een besluit genomen om over te stappen van het Nationaal Jeugdparlement naar Surinaamse Jeugdraad. Dat is genomen in samenwerking met jongerenorganisaties op 11 augustus. En op dat moment, op die dag, hebben we ze ook geïnformeerd over een profiel waaraan de jeugd zou moeten voldoen. En we hebben toen ook het concept van Youth Power gelanceerd. McAndrew zegt verder dat het concept van Youth Power, wat staat voor jeugd en participatie, is gelanceerd. Met dit concept zal de participatie van de Surinaamse jeugd naar een hoger niveau worden getild. Ontwikkeling, want jeugdbeleid moet leiden tot vorming van de jeugd, weerbaarheid. We hebben gemerkt dat er verschillende issues zijn die de jeugd bezighouden in Suriname. In bepaalde districten hebben we de gevallen gezien met suïcide. Dus we moeten ook wat doen aan de weerbaarheid van de jeugd. Economische activiteiten, want je vormt de jeugd met het uiteindelijk doel dat ze aan het arbeidsproces gaan deelnemen. Dus, of als zelfstandige ondernemer aan de slag gaan. En rechten, want de jeugd heeft ook rechten. Hè? Die zijn vervat in de grondwet. Maar er zijn ook specifieke rechten die kinderen vooral hebben. En die zijn vervat in de Convention on the Rights of the Child. En zo zijn er nog andere rechten die jeugdigen hebben in de wereld, maar ook uiteraard in Suriname. De bewindsman zegt dat ten aanzien van werkgelegenheid er mogelijkheden worden bekeken om mensen die behoeftig zijn op de juiste plekken te accommoderen. Het is naar zeggen van McAndrew gebleken dat er wel arbeidsplekken open liggen, maar de bereidwilligheid om te werken moet er ook zijn.